Oh my god, mijn vriend heeft dit boek, De 13 Satanische Bloedlijnen, uit 2011. Hier zie je hem. Waarin staat, volgens de internationale gezondheidsregelgevingen IHR van de constitutie van de WHO, artikel 21 en 22, die in juni 2007 van kracht werden, heeft de directeur-generaal van de WHO het recht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen. In dat geval kan worden besloten tot quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie, waarbij 194 landen die het verdrag met de WHO ondertekend hebben, verplicht zijn deze maatregelen uit te voeren. Nou, heel raar. En dan ga je even helemaal naar de achterkant. En kijk wat we tegenkomen. Een boek over coronacrisis. En die is uitgegeven in 2009, toen je corona al voorspeld. En dan hebben we hier een boek COVID-19. En wat staat er in de acht? Helemaal achterin hier. De hervorming behelst het opnieuw opbouwen van de institutie van onderop. Met het recht tot vereniging, artikel 8 van de grondwet. En de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. Oh my god!